De Nederlandse speelfilm stond ooit vooral bekend om functioneel naakt. Tegenwoordig is er iets nieuws. Het net echte talkshow-moment. Overloper. Van de nieuwe romcom Het Verlangen tot de hitcomedy Ron Goossens low-budget stuntman. De personages uit de film schuiven aan of worden besproken in programma's als De Wereld Draait Door en RTL Late Night. De trend is makkelijk te verklaren. Je bespaart op kosten van een decor. En tv-presentatoren zijn uitstekend in staat om tv-presentatoren te spelen. Was je in verwarring even? Vooral De Wereld Draait Door is een gasvrij programma. Ze werkte niet alleen mee aan Het Verlangen en Ron Goossens low-budget stuntman, maar ook aan Eddie Terstal's Vox Populi, de telefilm Doodslag en de boekverfilming De Gelukkige Huisvrouw. Daarin speelt Carice van Houten de psychotische Lea, die meent dat Matthijs van Nieuwkerk rechtstreeks door de tv tot haar spreekt. De Kennemer Harmoniekapel in Zandvoort. Ja, de Kennemer Harmoniekapel. Ook in Hollywood lenen programma's en presentatoren zich uit aan speelfilms en tv-series. CNN is kampioen. Zo is het hofleverancier van House of Cards. En echte CNN-presentatoren versloegen in de film Contact de eerste kennismaking met buitenaardse wezens. En ze deden ook nog verslag van het bestaan van levende dino's in The Lost World Jurassic Park. Korter geleden dook CNN-anker Wolf Blitzer op in het James Bond-avontuur Skyfall. En becommentarieerde hij de superheldenstrijd in Batman vs. Superman Dawn of Justice. Ook nieuwslezer Philip Freriks liet zich ooit verleiden. Hij speelde zichzelf in De Zaak Brown, een film over een linkse terreurbeweging. Maar niemand overtrof Astrid Joosten. Ze speelde een substantiële bijrol in het gijzelingsdrama Offscreen van Pieter Kuipers. Ze speelt gewoon Astrid Joosten, maar dan wel in de fantasie van een compleet doorgedraaide gijzelnemer die verslaafd is aan haar quiz, 2 voor 12.